aangekomen op de Wezertalsperre bij de Hoge Venen in de buurt. België, Oost-België. Duitse aan het deel. Vandaag gaan we beginnen aan onze tweedaagse loop van ongeveer 40 kilometer, 35. Kijken wat we zo kunnen gaan maken. Tijdens lekker mee, we gaan lekker met z'n tweetjes lopen. En rugzakjes gepakt, nog eventjes gauw een versnaperingetje pakken en dan gaan we aan de gang. Dus tot later. Een beetje verlaten stuwmeer. Slecht onderhoud. Heel wat anders als Kilep waar we de vorige keer waren. Het ziet er ook even iets anders uit. Maar het water zal er niet anders om zijn. Het bos ook niet. Ja, nou ja, tegen jou en de camera. Hè. Nu is het ook nog zo dat we de GPS wel thuis op de laptop hebben. Maar de route die we misschien zouden lopen in ieder geval niet mee hebben. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit natuurlijk. Want we lopen zoals we willen. Daar hebben we geen GPS-route voor nodig. Nou, we zijn nu op het punt van het stuwmeertje gekomen. We gaan nu even het pad af. We gaan omhoog hier een stukje. En aan die kant zien we daar. Op het beginpunt. We gaan nu stroomopwaarts het riviertje volgen. We lopen even een stukje omhoog. Pootjes droog. Essentieel. Belangrijk, hè? Goed hoor. Ik denk die handen gaan mee. Ja, ik heb er nog eentje mee. Ergens diep in de tas. Dan ruiken we die straks. Ja, dit is een boletje. Ja. Kijk. Kastanjeboleet. Als je hem aanraakt, verkleurt dat blauw. En dit kun je eruit pellen. En dan hou je het vlees over. Zo. En dan kun je gewoon in je omeletje doen. Die nemen we lekker mee. Overigens ook kanterelletjes volgens mij, maar die laten we even staan. Die zien er wat groener uit. Ja. Hele dikke. Dikke bramen, jongen. Snapjes. Lekker, lekker. Deze soep. Kostenwijn. Heerlijk.
Nou, zo kan het ineens ook gaan. Sta je op de Hoge Venen. En begint het hard te regenen. Hard, relatief hard te regenen. In ieder geval zodat je nat wordt. Volgens mij is Martijn ook nat aan het worden. Ik weet niet of het aan mij ligt. Iets wat. Iets wat, hè? Iets wat nat. Net even geluncht. Nu zijn we dan uit het bos bij het water weg. En hebben we dus de Hoge Venen bereikt. Mooi weer, hè? Het is intens genieten. Ja, toch? Ja, moeras. Wat vinden we ervan? Maar mag minder. Mag minder, moeras. Ja. Ja. Persoonlijk, je kan zo zeggen, nou hè, is mooi, ja, zeker. Is wel mooi. Heel mooi. Ik heb echt serieus mooi. Rockies zijn ook mooi, hè? Ik heb niet verhoord op dit. Ook nooit een rokje aangehaald, nee. Nee, ik. Ja, het is wel echt fantastisch mooi hier. Nou, dat waren de Hoge Venen. Tenminste, de doorsteker van. Maar zei ik nat. Wat leuk om even in beeld te brengen. Nou, we gaan lekker het bos weer in. Kijk. Atzee. Bossie, bossie. Op zoek naar water en een mooi plekje om te crashen. Om lekker een mooi basecamp te bouwen. Een oude boerderij. Ja. Hier heeft een met boerderij. Kippen en zo. Hier heeft een boerderij staan. Ze hadden vroeger ook, kijk, hadden ze een scooter. Dat is wel heel mooi hoor. Jeetje. Kijk, dat zijn de oude bewoners. En daar zijn ze aan het werk. Leuk. Leuk hoor. Kijk, en dit is er van over. Voetjes even drogen. Wat doe jij er nou? Biet. Proost, jongen. Thank you.
Nou, de boel weer ingepakt. Gisteravond vroeg gaan slapen. En net even lekker ontbeten. Ik viel serieus om 8 uur 's avonds in slaap. Om vervolgens pas om 12 uur wakker te worden. Dus het was een mooi rustig avondje. Het was heel rustig in het bos. Dat duidelijk. Het was heel relaxed. Een mooi nachtje gehad. Dus de boel weer ingepakt. Alles zeiknat. Hard geregend vannacht. Nu is het weer lekker droog. En gaan we rustig weer naar huis. Dus we lopen nu nog een kilometertje of... Nou, ik denk 5 tot 8. En dan zijn we weer terug bij de auto. Dan gaan we lekker naar huis toe. Dan gaat Martijn's hondje ophalen. En we gaan het weekend beginnen. Ons weekend zit er bijna weer op. Mensen, ja. Tot de volgende keer. Adios. Doei.